Time now to meet our players, and representing the USA, please welcome the Mauler, Gary Mawson. Gentlemen, representing England, it's time to meet the legend. With 70 titles worldwide and 15 times champion of the world, here he is, Phil the Power Gisteren verloor Taylor dus van de Canadese nummer 2. Dit is de Amerikaanse nummer 2. Gary Mawson. Geboren in Canada. Engelse vader, Engelse moeder. En nu dus uitkomend voor Amerika. Sudden death moest eraan te pas komen om Engeland bij de Canadezen te helpen die na de singles een 2-0 voorsprong hadden. En Amerika won in de eerste ronde met 5-3 van de Filipijnen. 55. Tweede ronde tegen Duitsland dus met 3-1 gewonnen. In 45. De wedstrijd tussen de koppels kwamen ze 4-3 achter. Young en Mawson, maar wonnen toch nog met 5-4 van Artoet. Jihan Artoet en Bernd Roit. In het hol van de leeuw. 44. Natuurlijk Engeland de huishoogfavoriet om hier de titel te winnen. Maar Vince, je ziet toch wel vaak bij de teams uit Engeland dat ze niet zo gewend zijn om in teamverband te spelen. Die grondslag die ligt in het feit dat men in Engeland in de lagere competities ook niet gewend is om in koppels te spelen. Alles wordt daar in singles gespeeld. Als ik op woensdagavond competitie speel, Frank, dan zijn we met z'n vieren. Spelen we 4 singles, daarna 4 koppels, dus ieder 2 keer. En daarna nog een teamgame. Dus je speelt 4 keer op een avond in Engeland. Stap je in een auto, ga je 200 kilometer rijden, ga je ook met z'n vieren.
speel je alle vier één single. Of je gaat met z'n vijf, je speelt alle vijf één single. En daarna geef je terug. That's it. Dat betekent dus ook dat ze gewoon niet zo gewend zijn als wij om koppels te spelen of in teamverband. En een jaar of 20 geleden konden ze dat nog heel makkelijk compenseren omdat ze zoveel beter waren dan de rest van de wereld. Maar tegenwoordig zit de rest er dichterbij. Ja, Taylor en Lewis zijn ook niet de minste. Wat is hun ervaring met het spelen in koppels? Ja, niet heel veel denk ik. Ja, Taylor heeft wel eens meegedaan aan een World Cup of aan een Europa Cup. Maar dan houdt het wel op. En het vroegere WK koppels heeft Taylor natuurlijk ook al meegedaan. Nou, dat is al zo lang geleden. Ik denk dat Taylor, nou, een jaar of 15 geen koppel meer gegooid heeft. In ieder geval niet voor de camera's. Mawson had vanmiddag al niet echt zijn middag, maar toen werd het nog heel goed gecompenseerd door Darren Young, die heel sterk stond te spelen. Nu is het single, dan valt het mindere spel nog meer op natuurlijk van Mawson. Voorlopig komt hij er absoluut niet aan te pas tegen Taylor. Voorlopig is Gary Mawson dus geen Ken McNeil. Nee, 68 gemiddeld, dat is niet bepaald geweldig. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. En Phil Taylor is wel weer Phil Taylor. Meer Phil Taylor dan gisteren. Uitstekende sfeer in de Alsterdorfer Sporthallen in Hamburg. Ineens daar een 180 van Mawson. Tele 105. En met een 7, triple 20 voor dubbel 19 dan. Alsnog de kans voor Gary Mawson op 1-1. Dubbel 10, dubbel 5. Dubbel 5. Ja, dit knap je dat alweer aardig op, Mawson. Third leg England to throw first. Game on. Engeland natuurlijk als eerste geplaatst. Amerika als 11e. 99. The Mauler LAR is de bijnaam van Gary Mawson. Ja, dat was hij al lang. Maar dat is het natuurlijk. Oh. Sinds de UK Open niet meer zo. Dan moet ik mijn informatie hoog nodig even updaten. Nee, de gelijkenis met Rafael Benitez, dat was toen de coach van Liverpool. Rafa Benitez, ja. Ja, dus Rafa werd het al heel snel. Luid toegezongen door het publiek ook. Vanaf die tijd hanteert hij die bijna. Moest er even inkomen, Gary Mawson tegen de power. Hij is er ook ergens niet helemaal tevreden mee, Taylor.
Voorlopig is Mawson weer dicht in de buurt. Dus is nog zeker niet gedaan voor Taylor. Dubbel 20 voor dubbel 16. Dat doet hij vakkundig. Ja, en ik zei net natuurlijk, hij heeft een jaar of 15 geen koppen meer gegooid, maar daar bedoelde ik natuurlijk mee met uitzondering van die vorige World Cup, waar hij met James Wade samen speelde. Want daar gooiden ze natuurlijk samen koppen. Nou, dat had jij wel begrepen, Frank. En toen verloren ze van Spanje. Dat was de eerste editie van de World Cup. 95. Bij de tweede editie ging het bijna fout tegen Canada. Kortom, het is nog niet het spel van Engeland. Maar dat kan het natuurlijk 99. Nog wel gewoon worden. Want zeker in de halve finales, daar wordt het belang van het koppel minder groot, omdat je vier singles gaat spelen en maar één koppel. Dus daar zou je het theoretisch in de singles wel kunnen beslissen. En dan wordt de koppels dus ook niet meer gespeeld. Toch? Nee. Klaar is klaar. 4-0 is het afgelopen. Dus Nederland won volgens mij van Spanje bij de eerste editie met 4-0 in de halve finale. Maar dat is ook de enige stand waarbij de koppels dan worden afgelast. Om de 3-1 kan het nog altijd 3-3 worden. Ja, precies. En dan komt er weer sudden death. 57. Ja, en dat was het geval in de anderhalve finale bij de eerste editie tussen Wales en Australië. En daar kwam Australië 3-1 voor uit de singles. Dan was het Wales dat het koppelpartijtje won en ook de sudden death leg won. En zo ging Wales dus door. Ondertussen Gary Mawson. Hard op weg naar 100. Weer gelijk maken. Require 102. Taylor op 192 heeft hij de tijd voor 102. Kan het nog steeds. 62. Maar zal het toch in de volgende beurt moeten. Kan de druk niet optimaal opvoeren. Mawson doet het via dubbel 10. Mawson terug tot 2-2. Nu is dus de best of 7 een best of 3 geworden. 100. De eerste, althans, ik tel de eerste pas voor Engeland, voor Taylor. Ja, volgens mij ook. Ik had er wel een voor Mawson staan. Dat klopt. England, you require 128. Taylor, triple 20. Niet gegooid. Dus geen finish meer, maar hij heeft in deze leg wel een ruime voorsprong. 96. England, you require 32.
Ja, over die 3-2. Hoeft er niemand al te veel twijfel te hebben. Die staat nu op het bord in het voordeel van Phil Taylor. Dus dan moet Mawson er maar weer 3-3 van zien te maken. Blijft wel goed bij. Nog een vraagje binnengekomen via Twitter van Arthur Lupker. Die gebruikte dus de hashtag of het hekje RTL7Darts. Ik zie dat boven in beeld. Die vraagt waarom Nederland eigenlijk niet als eerste geplaatst is voor dit toernooi. Arthur, de plaatsing wordt gedaan door middel van de ranking van beide spelers. Je telt de plek op de wereldranglijst op van de twee spelers. En degene met het laagste getal wordt als eerste geplaatst. En de vragen kunnen dus komen of via Twitter of via de website www.rtl7darts.nl/kijkersvragen. Daar kunnen de kijkersvragen ook nog naartoe. 60. Het land dat de vorige editie wint, gewonnen heeft, wordt dus niet automatisch als eerste geplaatst. Gaat puur op basis van de ranking. Ja. Van de individuele spelers. 100. Mercury 161. Triple 20 zit erin voor Mawson. Triple 17, die niet. Mag die nog een keer terugkomen zo dadelijk? Gary Mawson, of maakt Taylor het hier af vanaf 127? Triple 20 is in ieder geval goed. Triple 17 niet, maar een enkele 17 laat bullseye over. Nee. Daarmee is de overwinning voor Taylor nog alles behalve zeker. Zeker als Mawson nu dubbel 17 gooit en dat doet hij. Weer komt hij terug. Taylor had het al kunnen afmaken, maar deed het niet. En dan moet hij nu echt de zevende leg ook binnenslepen. De vorige drie legs die hij begon, won die. Mawson. 39. Deed het ook. Dus Mawson moet nu breken om nog te kunnen winnen. 135. De derde van vier kwartfinales. Hierna krijgen we nog Nederland tegen Noord-Ierland. Maar eerst Engeland, Amerika. Taylor Mawson is 85. Deel 1 van dat drieluik. Nou, Lewis tegen Young en dan nog het koppel. Hij staat wel als eerste op een finish hoor, Mawson. Taylor kan hem wel beter gaan wegzetten. 138 is natuurlijk best nog een hele lastige finish. Gary Mawson gaat in ieder geval voor de wedstrijd gooien. Als hij ook op een dubbel komt, is de vraag. Maar hij gaat het proberen. Met Taylor op 76. Twee keer triple 19 en dubbel 12 is wat Mawson wil. De eerste triple 19 zit erin. De tweede zit er net boven. Millimeter. Taylor kan maar beter wel die 76 uitgooien. En Engeland op 1-0 zetten tegen de Verenigde Staten. Eén kans. Weer de kans voor Taylor. En weer pakt hij hem niet. Gary Mawson. Gaat ook hij winnen van Phil Taylor. Op deze World Cup in Hamburg. 12. Twee kansen op tops. Ja, die zit erin. Rafa. Ook hij wint.
Ook hij wint van Phil Taylor. Amerika op 1-0 tegen Engeland. Jazeker. Zo ben je terug. Let's meet the players in and representing the United States of America. It's Big Daddy Darren Young.